Goedemorgen allemaal. Yep, daar zijn we dan. Ja, we gaan vandaag een special video doen. Heel special. Ja, we gaan in het Engels lopen. Ondertussen jongens, download de official free app. En check the waiting times on your phone. I have an English park map today. Right. There's Guido. There's Jordi in English today. Okay. It's a guide to the two parks. It is, dat er wel Guido of zoiets, hè? Ja. So, first attraction, the train! Yeah! I love the train! There's the entrance and I go to the train station. Oh, okay. Okay. Oh yeah, okay. We have a problem. Er is een probleem. En het grootste probleem is dat het niet open is. The trains are closed. Voor vandaag toch? We are currently closed. We'll be back soon at the end of the year. Wat staat dat, the end of the year? Dat zeg ik erbij. Ah ja, dat is extra info. They will be back in September. That's not soon, that's long time. Ja, heel de zomer zonder trein, hè? No steam train. Kun je dat verstaan? Ja, verschrikkelijk. Nee, dat is like de TGV, hè? Dat is precies de TGV die naar Disneyland komt. Zonder de V. Ja, nee. Dat is nu net het probleem. Ze maken reclame voor te komen met de trein. Er is hier wel een trein, maar de dienst is gesloten. Ja, de belangrijkste. Ja, maar ik weet waarom dat komt. Is het echt? Ja, ik weet waarom dat komt. Weet je waarom dat is? Voor ons te pesten. Nee, 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 dat is heel simpel. Ik ga dat een keer heel lang uitleggen. Dus, iedereen weet, je hebt hier de trein, die rijdt op kooltjes en die maakt stoom. Dus noemen we dat een stoomtrein. Ja. Net zoals in andere parken heb je ook een stoomtrein. En daarvoor heb je een machinist. The train doesn't use coals, it's a diesel. It's toch een diesel train? It's a diesel. Ah, oei. But a diesel that makes steam and then it's a real steam train for the rest. Ah, dus het is geen coals. Het is geen trein op kooltjes. Nee. Ah. Nope. No coal. Oei. No. Just a diesel warming system that warms the water and then you get steam. Ah. Not coal that warms the water, but diesel. Ah, het is fake. Ah ja, oké, goed. Dus het is geen stoomtrein. Het is een fake. Jawel, het is een steamtrain. Maar op diesel. Maar de steam is made by diesel. Ah, oké. Ah, ik dacht dat op coal. Not by coal. Ah, want in andere parken. Het is simpel, in plaats van verwarming met kool, verwarmen ze het met diesel. Ja, ja, ja. Dus het is eigenlijk een centrale verwarmingssysteem die het water opwarmt voor stoom. Dus het blijft de stoomtrein, maar op diesel in plaats van op kool. Ah ja, oké. So I don't know the word, but something like a fireplace. Est-ce que tu peux ouvrir le... So it's a real steam train, but instead of charcoal, we use diesel. But it works exactly the same. Veins are at the same place. It's a replica, half size. Normally, you have to imagine a train twice bigger. But, hop, est-ce que tu peux me montrer alors, les freins? Pneumatical brakes works with the steam into the engine. C'est bon. And my colleague controls the pressure of the engine. The water pump to put water inside, to put the water inside the engine. Cylinder. and the compressor. Ja, jongens. Ja, oké. Dit was zo dus. Ja. Ja. En ja, dat is al eens te dier, daarom kun je het niet. Binnenkort, binnenkort, ja, inderdaad. Anders ging ik zeggen, de kool zijn te dieren. Dat is ook possible, hè? Ah, ja, 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 van al die minder instorten, hè? Ah ja, wordt dat veel, hè? Ja, wat gaan we doen vandaag? Toy Story merchandise. Ja, ook, maar we gaan heel veel doen. We beginnen er al mee. Zeg een keer. Food. Ah ja, food. Choose your restaurant. And you can also book your restaurant via the app. Yeah. That's new. But first, Toy Story. Ja, en dan gaan we kijken naar het plan. Hoe ziet het park eruit? Nog altijd hetzelfde. Is er niet veranderd? Voorlopig niet. Nergens, nee, oké. Nope. Saai. Oh ja, en de studio's, dat blijft precies ook nog altijd hetzelfde. Dat is voor straks. Ja, studio's is voor straks. Dat wordt een beetje saai, hè, nu? Wat gaan we niet doen? Of juist spannend. Ja, misschien wel. Ja. Let's have a look. We zijn weer in Disneyland Parijs. En Jordi is er weer bij. We zijn weer in Disneyland Parijs. En de Jordi zit weer als een perrie. Ja. Ze zeggen, ik heb veel dust. En dat je dust hebt, dan moet je tussen drinken. Want als je niet drinkt, dan droog je uit. Olé. En toevallig staat hier een Coca-Cola truck. Geparkeerd achter de hoek. Want het is nog gesloten. Ja, het is nog gesloten, want de Coca-Cola is nog zoek. Kijk jongens, ze zetten dat hier speciaal voor Philip. Maar dat is nu wel het probleem. Want het probleem is dat Philip dus staat. En door staat achter Coca-Cola, maar er is geen Coca-Cola. En daarom zingen we zo van. Olé, joepie, olé. Walt's restaurant is back open, jongens. Wow, dat vind ik contacteerd. Nee, niet echt. Ik verslok me al in de prijs. Zou dat in het Engels even duur zijn? Zou dat in het Engels even duur zijn? Ja, als je verslok van de prijs moet je stukjes eten. Starter en main course. Dat is wel niet goedkoop, hè? 61 euro's. 69 euro's. Jeeha. Oké. Krabkrummel, amai. Wat een naam. Krabkrummel, ja. Jordi wants food. Ja. Zijn die in print, hè? En pijs nou direct aan beneden. Delicatessen achter je. Delicatessen? Ja. Food? Ja. Food voor Jordi? Ja. Ja. Ja, Jordi, het is goed. Soms heb je daar ook geen zin in. Geen plastic bos. Wat moet je doen? In de vulbakkos. In de vulbakkos. Plastic bos. In de vulbakkos. Nee, recyclelos. Dat is goed voor het milieu. Lekker recycle. We sturen dat dan op naar Afrika, dus storten dat daar in de zee. Ja. Iedereen toont die lekkere visjes op. Ja, hé. Plastieke visjes. Ja. Het is precies een Toy Story. Het is precies like een Toy Story. Plastieke... We moeten naar Phantom Manor vandaag. Ja. Phantom Manor. Ja. The scariest ride in the wilderness. We kennen nog maar jullie karakter. Ja, hier. Hier kun je dus bij Casey's kun je dus hotdogs krijgen. Nee, maar men noemt dat al warm genoeg, hè. Cheddar en crispy onion, hè. En dan zie je er bleek uit gelijk die een vent hier, als je dat binnen hebt. Daar zie je de bleekjes. Nou, maar daar lijkt wel van die rode op, hè. Zo'n ogen zijn net met de gezond. Dat is van al die hotdogs. Zou dat een tip zijn dat men daar niet te veel in bij neemt? Bijzend, anders kom je er zo uit te zien. Ah, dan hier staat niet bij de drank. Nou, hier zit er al wat beter uit, hè? Ja, hè? Ja. Die is gezond. Ja, die net ook een salaatje, is een keuze. Ja. Een hotdog met groentjes en chili, crispy onion en een klassiek. Wat hem? 9 euro voor een hotdog. Lekkere frisdrank, ja. Mensen zitten daar. Dat is niet normaal. Oh, the price is right. Jammer. No price. Nee. Ja. Hotda. En wat hebben we? Ja, ik kreeg een keer wel honger he, van al dat frettes hier. Hot diggity dog. Hot diggity dog. Ik ga nog honger. Ik ben achter chocola. Ik ga weer achter chocola. En achter ijs. Dat vooral, ja. IJs, ijs. Ja, dat vooral, ja. IJs, ijs, baby. 3 bonen. 3 stukken jelle grote bonen dat we eten en voor de rest van de dag. Goed he? En we sponsoren alles, he. Dat is echt goed voor het milieu. IJs eten. Hoe meer ijsjes, hoe beter. Zijn we mijn hand op Toy Story houden, zeker? Ja. We gaan op buizen. Ja. Nee, ik heb een goed verhaal. Dus op Instagram en Ben en Jerry een keer een foto gepost. En dat ging erover van, ja, wat doe jij voor het milieu of dergelijke. En ik zei, zoveel mogelijk ijs eten. Dan al die diepvriezers goed kunnen stoken, dan we veel crème kunnen eten. Ja. 2, 3. Jordi is hier niet. Ja, dat is toch een goeie, nee? Dat is een hele goeie. Wat doe jij voor het milieu? Zoveel mogelijk ijs eten, dan al die diepvriezers goed kunnen stoken. Ja. Jordi is weer in Disneyland Paris. Ijs. Ik vind hem geweldig. Ah ja. Je hebt sowieso 3 diepvriezers nodig. He. Je hebt de diepvriezer nodig voor die crème te maken. Ja, dat is wel. Je hebt de diepvriezer nodig voor hem te vervoeren. Je hebt de diepvriezer nodig voor hem hier in Disneyland te bewaren. Maar er toch 4 nodig, want je hebt nog een diepvriezer nodig voor in tocht te zetten. Ja, nee, zo heet. Dat zijn 4 keer diepvriezers. Goed hè? Wauw. Het is een very deep freezer. Ja. En goed voor het milieu. Daarom gaan we er nu naar de ruimte. Om te kijken hoe goed dat gaat met onze planeet. Ja. Voilà. En daarvoor hebben we een Infinity Pass en Beyond. Ja, en vooral de F-Beyond. De Infinity Pass, dat telt niet. Dat is uitvinding de mensen. De mens, uitvinding de mens. Dat is de goede uitvinding. Kan het niet kapot gaan? Dan gaat het ook niet kapot, maar moet het kapot, dan is het uitvinding de mens. Goed hè? Ja hè. Buzz eclair. Nee, ik wil een eclair met chocola. En pudding. Je krijgt de buzz eclair. Maar met chocola. No, een buzz eclair. Maar met chocola en pudding. Buzz eclair. Maar met chocola en pudding. Jop. Buzz eclair. Zo meer eclairs vingen? Ik ga achter eclairs zoeken vandaag. De winkel is toe. Oh. Nee, kijk, zo naar boven doen. Speciaal voor Jordi gaan ze de winkel open. Ja. Ja. Oop. Anderen zijn onderhoud. Weer al. Ah, het is juist. Nu moet me wel naar de Space Mountain gaan om naar de ruimte te gaan. Het is niet waar. He. Oh, het is wel waar. Oh, jawel. Het is waar. Buzz Lightyear, oh zo close. Ah, maar ik weet waarom dat is. Dat is wanneer dat de nieuwe film uitkomt, gaat Forky daarin zitten. Ah, dat zou kunnen. Nee. Droom verder, Jordi. Droom verder. Maar ik voel me verplicht, ik wil nog ruimte. Ik moet naar de ruimte. Buzz Lightyear is close. We moeten naar de ruimte vandaag. I want to go on Utopia. It's also closed. Everything's closed. Nee, Space Mountain is open. I don't need Space Mountain. En hier Orbitron. Ik moet naar de ruimte vandaag. Ja. Kom maar naar de ruimte. Utopia. We gaan opstegen. We gaan naar de ruimte. Maar naar de ruimte! Allee, let's go! Kom aan! Yes mensen, we gaan naar de ruimte. We zitten hier op mijn vliegmachine. We gaan naar de ruimte. Let's go! Here we go. Yo, hey mensen en welkom hier op de vliegtuigjes. Yo, we gaan ervoor. We zijn weer weg. Oei, 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 oei. Oh, verschrikkelijk gewoon. Ik kan er bijna uit. Oei, oei, oei. Kijk, nu zijn we weer weg. En we zijn aan het vliegen. En mijn Formule 1 toestel van de lucht. Oh yeah. Oei, oei. Oei, oei. Ik hang scheef. Ik ga me weer recht zetten. Ai, 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 ai. Wat een vliegmachine. Het is mijn Formule 1 vliegmachine. Joho, en mijn handen ermee vandoor. We gaan rapper en rapper en rapper. Yay! Oh yeah! Wow! Het is alweer afgelopen. En je wordt er net niet dronken van. Maar mensen, dit duurt altijd zo lang tegen dat je geladen bent en tegen dat die attractie vertrekt. Ongelooflijk, maar toch is het zo. Oh yeah, we gaan er vandoor. We gaan naar de volgende ruimte. We zijn naar de ruimte geweest en we gaan nu back to the future. Oh yeah. Oh yeah. Oei, 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 verschrikkelijk. Oei, oei. Oei, oei. Oei, oei. Ja. Jordi is eruit. Jordi has an act. Ja. Avec Phantom Manor. Oké, het Marvel thema is mijn favoriet. Kan je me showen? BB8. BB8? Good morning. De BB8 burger. $16.99 BB8 burger menu. En Hyperion Coffee. Dat is lekker getje. Wat gebeurt er, Jordi? Krijg mijn ochtend dat dag. Ja, dacht het al. Ja. Ja, ik geloof dat het hier nog gewerkt heeft. Redelijk. Is dat de wifi? Het hapert niet. En nog specialities, dat is de chicken burger. 100% kippenfilet. En dan de premium cheeseburger. Maar steak hash, de buff en cheddar en salade en tomaten. Steak hash. Steak hash. Steak hash. Dat is Frans naar door, pees. Hash de buff. Dat is hash de buff. Philip kan ook Frans met haar spreken, zoals ik. Steak hash? Nee, dat is steak hash. Steak hashi. Gezondheid. Ja, steak hashi. Ah, oké. Gezondheid. Waarom niet je geld? Nee, hash. Hashies, je kunt dat ook smoren, hashies. Ja, maar ja, hashies, dat is lekker dat ik hier... Kijk hé, ik heb een parkmap in het Engels vandaag en ik noem dat de parkguide. Nee, guide. Ja, maar dat is lekker dat... Dat is parkguide. Ja, maar dat is de guide. Dat is gelijk dat hij zegt hash. Met de hash van H. Ja, oké. Ja. Oei, wat, dit is hier... Wat is Jordi doing? Ongelooflijk met dat ontvangst daar. Ja. Hello, what are we doing today? We are looking at all the closed attractions everywhere. No. We walk here at Disneyland Paris and then we looking to the closed attractions at Disneyland Park and the Walt Disney Studios theme park here at Disneyland Paris. And we have other things to do for today. And that's a surprise. Yeah. Oh no, we drive we just a whole day at Orbitron, and at the end of the day we are from 10 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening is this park open today. But you stay in a Disneyland hotel, you can at 8:30 inside the theme parks and the attractions. But I think we are today to Buzz Lightyear Laser Blast, want it's 8:30 in the morning, but it's closed. Buy Space, buy Buzz, and it's only merchandise from Buzz Lightyear. Why is it closed? Yeah. Why is it closed? But Pirates is closed. Why is Buzz closed? Ah, Buzz is closed. I think you say just Pirates is closed. No! Okay. Verschrikkelijk. We gaan een keer een... I want an alien. Je want een alien. Oh. Lekkere hamburgers. Hoop jullie de hele dag weer zullen... wat dit? Lekkere hamburgers. Dat jullie de hele dag goed weer zullen hebben. Ja, ja, ja. Het zal weer goed zijn en het weer, ja. Het is momenteel... ja. Ja. Zo'n weer hier is. Mix van Pixar en Marvel. Een marvelous mix. Jordi is helemaal alleen in Disneyland Paris. Ja. Dus we hebben dan nog reacties gekregen. Weten jullie tot wanneer de bus gesloten is en Utopia? De bus is gesloten. Ja, maar tot wanneer? Utopia is er geen datum. No date. En van bus? Misschien wel op internet kunnen staan. Dat weet ik nu niet van buiten. Ja. Goed, zo'n reactie.